Vanuit de BD-vereniging bieden ze intervisie aan. En dat is dat je met een club jonge boeren bij elkaar gaat zitten. En Caro die begeleidt dat proces binnen de intervisie. Als je gewoon als boeren bij elkaar komt, dan gaat het al gauw over de opbrengst, de kilo's en over hoe de teelt eruit ziet. En Caro die geeft daar ook wel ruimte voor, maar die zegt ook van ja jongens, nou is het even mooi geweest, nu gaan we intervisie doen. Nu gaan we het ook echt over wezenlijke dingen hebben. Waar wil ik over 5 jaar zijn met mijn bedrijf? En wil ik hier nog wel zijn? Dat soort vragen komen dan naar boven. Ja. En dat wordt dan uitgewerkt aan de hand van intervisie. En dat zou zomaar kunnen zijn dat je dan denkt van, oh ja, hey, maar nu heb ik naar boven van waar ik aan wil werken de komende 5 jaar. Ja. Na zo'n 2 uur durende sessie, dan ga je altijd wel met het idee weg van, hey, het heeft wat opgeleverd. Ja. Zonder dat je nou precies kunt aanwijzen waar datgene was waar het lampje begon te branden, maar je komt wel weg met een Eureka-gevoel. De helderheid, gewoon, boem, weet je wel. Niet zo is het, maar zo zou je het kunnen zien. Of bekijken, dus van deze kant. Ze communiceert gewoon helder en ze is gewoon ook duidelijk en direct. Een deel wat Caro doet, is dus ook onzichtbaar en ontastbaar. Je kunt niet altijd aanwijzen van, maar dat komt door dat ik gekletst heb met Caro. Maar het is er wel. Ja, je voelt je gehoord en begrepen. Ja, dat is wel heel fijn als je een vraagstuk hebt. Ja, dat er een luisterend oor is en iemand die zegt van, oh ja, ik heb je gehoord. En dan hoeft ze niet per se een antwoord te hebben, maar het feit dat je gehoord bent is al heel mooi. Ja.